Flanders Investment in Trades schenkt dit jaar voor het eerst een trofee weg aan een buitenlands bedrijf met een mooi investeringsproject in Vlaanderen. Vandaag maken we kennis met de eerste genomineerde voor de Foreign Investment Trophy en dat is het Amerikaanse Stanley Black & Decker. Naast me zit Henk Vinke van het gelijknamig bedrijf. Dag meneer Vinke. Goedemiddag. Wat brengt een Amerikaans bedrijf in Vlaanderen? Well, eigenlijk een mooie vraag, maar Stanley als zich was reeds lang actief in België en meer specifiek in Vlaanderen. We hadden ons hoofdkwartier in Mechelen en we hadden ook een distributiecentrum in Mechelen. Nu vanaf 2010 met de integratie en eigenlijk de fusie met Black & Decker is daar een vrij groot groeipatroon aangekomen. Wat geleid heeft tot eigenlijk een nieuw distributiecentrum dat we opgericht hebben in de Tessenderlo, ook in Vlaanderen. En uiteindelijk de verdere uitbouw van ons hoofdkwartier dat verhuisd is van Mechelen naar Diegem. Ja. Eigenlijk dit heeft geleid tot een vrij belangrijke investering en ook een tewerkstelling. Uiteindelijk hebben we op dit moment ongeveer 460 mensen in dienst in Vlaanderen in deze twee grote vestigingen. Daarnaast hebben we een aantal kleine vestigingen ook, nog steeds in Mechelen en ook in Boortmeerbeek. Als je kijkt naar onze producten uiteindelijk, Stanley, iedereen kent waarschijnlijk Stanley, als het Stanley Mes. Dat is één stuk van wat we noemen één van onze units. Ja. Dat is de combo en de do-it-yourself, CDIY intern genoemd. En die geeft dus een aantal gereedschappen, handgereedschappen en elektrische gereedschappen. Voor de do-it-yourselfers. Dat is voor de do-it-yourselfers. Ja. Waarschijnlijk bent u ook één daarvan. En u gebruikt waarschijnlijk ook een Black & Decker stofzuiger of een Black & Decker boormachine. Dat zijn zaken die daarin thuis horen. Mm-hmm. We hebben ook een aantal professionele merken, zoals de Walt. En Bostitch, dat zijn ook merken die daar onder horen. Er is een tweede en een derde categorie ook nog van producten. Dat is een industriële groep van gereedschappen. En die gaan voornamelijk naar automotive toepassingen, industriële toepassingen, mijnbouw en ook luchtvaartindustrie. Die zitten niet in dit gebouw uiteindelijk, maar die worden verdeeld vanuit Frankrijk. En de laatste groep is security, beveiliging uiteindelijk, ja. Een vrij recente groep. En die heeft ons hoofdkwartier in Diegem hier in België. Ja. Nu zijn jullie voor een specifiek project genomineerd. Uit welk is dat? Maar eigenlijk hebben we een dubbele nominatie. We hebben de nominatie voor het nieuw distributiecentrum, wat voor ons een vrij belangrijk investeringsproject was. Om u een aantal getallen te geven, we hebben ongeveer 40 miljoen euro geïnvesteerd als bedrijf. In aankoop van grond, oprichting van gebouwen, inrichting van het magazijn uiteindelijk. En stellen op dit moment ongeveer 230 mensen te werk uiteindelijk. De bedoeling is dat we groeien naar een 300-tal naar het einde van het jaar. Het gebouw zelf is inderdaad, zoals gezegd, nieuw. Vrij groot, 60.000 vierkante meter. Om u een idee te geven, dat is 12 voetbalvelden. Dus dat is vrij, pakje, hè? Dat is vrij aanzienlijk, dat klopt, ja. En we hebben bovendien nog een stuk in de reserve liggen ook. We kunnen uitbreiden naar de toekomst. We hebben nog een 15.000 vierkante meter dat we kunnen uitbreiden op de site zelf. En is dat de bedoeling? Dat is op lange termijn de bedoeling. Dat was eigenlijk ook een van de grondslagen uiteindelijk van onze groeiactiviteiten. Dus als we verder groeien en we hebben die zaak nodig, gaan we dat ook gaan doen uiteindelijk. Verder hebben we ook nog verder geïnvesteerd in ecologische omstandigheden uiteindelijk. Energiezuinige verlichting, verwarming en dergelijke meer. Maar een van de voornaamste troeven van Vlaanderen hier is het logistiek aspect uiteindelijk van een magazijn. Te Tessenderlo, vrij goed gelegen uiteindelijk, gelegen aan het Albertkanaal. Dus inkomende containers brengen we binnen via de haven van Antwerpen. En uiteindelijk worden ze gebracht naar de containerterminal in Meerhout, die een paar kilometer verder ligt. Dus zeer goed wat betreft inkomende goederen. Uitgaande goederen, zoals je weet, de Tessenderlo ligt op een kruising van twee grote snelwegen, E13 en E314, richting noord, zuidwest, oost. Perfecte combinatie. Dus dat is eigenlijk de voornaamste reden dat wij de Tessenderlo gekozen hebben. Het hoofdkwartier zelf, zoals gezegd, is een hoofdkwartier voor drie business units. De bedoeling is dat we daar ook groeien met mensen uiteindelijk. Dus voornamelijk de investering in de werkstelling. Ja. En daar gaan we dus naar een 120-tal mensen naar het einde van het jaar. Dus dat zijn eigenlijk de twee dubbele, of de dubbele nominatie die wij hebben binnen de award, klopt. Ja. Mooie projecten. Absoluut. Waar u genomineerd voor bent, was u verrast met de nominatie? Verrast en verheugd dezelfde tijd. Eerste keer dat de award wordt uitgereikt en om dan bij de eerste vier genomineerden te behoren, is op zich wel een eer uiteindelijk. Ja. Een eer voor onze klanten en ook voor onze eigen medewerkers uiteindelijk, als je dat ziet binnen het kader dat we hebben binnen Vlaanderen en binnen Europa. Uiteindelijk zijn we genomineerd door Deloitte en we maken denk ik met het project wel een goede kans.
Ja, neemt u de trofee mee naar huis? Dat hopen we te stellen. We gaan er hard voor werken uiteindelijk. En we zullen dat zeker naar uitkijken om dat mee te nemen. Oké, ik wens u alvast heel veel succes. Dank u wel. Naast Stanley Black & Decker maken er nog 3 andere bedrijven kans op de Foreign Investment Trophy. Eén daarvan is het Amerikaanse FRX Polymers. U hoort er meer over volgende week donderdag. Tot dan. Vandaag maken we kennis met de tweede kanshebber voor de Foreign Investment Trophy, een award voor buitenlandse investeerders in Vlaanderen. En de gelukkige is het Amerikaanse FRX Polymers. Mark Lebel vertelt ons meer over de investering van zijn bedrijf. Hi, Mr. Lebel. Hello. Can you explain us why you've chosen Vlaanderen for a new plant? Yes, Flanders is a very interesting place for the chemical industry. It's the second largest chemical cluster in the world, behind Houston. And one of our partners, Bayer Material Science, has a big operation there. And they invited us to build our plant on their site, which is very good because 2 of the 3 key raw materials that we need to produce our product is produced by Bayer. And what is your main product? Our main product, we make a flame retardant polymer, inherently flame retardant polymer, that goes into all kinds of applications where plastics need to be flame retarded. And this is a very unique product, and it's replacing products that previously were used that have become toxic and have become banned by the European Union. Mm-hmm. So we have a very good market pull for this kind of new product. So in addition to a good raw material integration from Bayer, Flanders being Antwerp being right at the port where we can where we could ship product around the world, because really this is our first big commercial plant, and this is a global product, and we're going to be shipping all over the world from Antwerp. Okay, so the location was important. Yes, also. Yeah. Now it's still under construction. It is. The plant. We see some images here already. Yes. When will it be ready? So we are, and I should knock on wood, but we are hoping that we'll be mechanically complete the 15th of October of this year. Of this year, yeah. And so we're planning to start it up over the course of the fourth quarter. And this is a rendition of the plant. Mm-hmm. Here, this is the process tower here, that big tower, and then to the right are offices and the control room, and then to the left is a small warehouse, and then raw material storage. And this is all directly on the Bayer site. Yeah. And how many people are going to work there? During the construction, we're going to have up to 200 people for the construction side of it. Yeah. But then after the construction, about 35 people, full-time people, will be working. And are you still looking for people? Yes, we are. We're looking mm-hmm. for people. We've hired already our plant manager, our production engineer, our quality manager. But now we're having to hire the whole operating staff. Okay. Yes. Sounds lovely. Yes. Now you've been nominated for the Foreign Investment Trophy. Were you surprised with the yes, nomination? Yes, very surprised. Found out 2 weeks ago. I guess Stibbe, who is our corporate firm here that does our legal work in Belgium, nominated us. So we're very happy that Stibbe thought to nominate us. But yeah, very surprised, but also pleasantly surprised. Okay, and do you think you will win? I think there's stiff competition, so we'll have to see about that. But we think we have a very nice project, and hopefully the people who are voting will think the same. All right, thank you very much. Okay, thank you. Ja, en de eigenlijke winnaar wordt bekendgemaakt op 16 april. Voor het zover is, stel ik u eerst nog de 3e genomineerde voor, maar dat doe ik volgende week donderdag pas. Tot dan, dag. In de studio vandaag zit David van Otterlo van het Indiaanse bedrijf JBF Rack. Het is genomineerd voor de Foreign Investment Trophy, een award die Flanders Investment & Trade uitreikt aan een buitenlandse investeerder met een opmerkelijk project in Vlaanderen. Dag meneer van Otterlo. Goedemorgen. Kan u mij uitleggen voor welk project jullie genomineerd zijn?
Wij zijn momenteel bezig met het bouwen van een PET-plant op de site van BP in Geel. Ja. Met een capaciteit van ongeveer 475.000 ton PET-granulaat. Ja, wat is jullie hoofdproduct eigenlijk? Wij produceren PET-polyester. Dat is een materiaal wat voornamelijk gebruikt wordt in de verpakkingsindustrie. Food and beverage en ook non-food and beverage. Onze hoofdklanten zijn onder andere Coca-Cola, Nestlé, Danone, PepsiCo voor de flessenfabricatie. Ja, en die unit die jullie eigenlijk aan het bouwen zijn, wanneer is die klaar? Wij verwachten dat die klaar zal zijn 1 april 2014. En hoeveel mensen kunnen daar te werk gesteld worden? Wij gaan te werk stellen minimaal 90 tot 100 mensen op onze eigen loonlijst. En wij zullen dan nog een 25 tot 50-tal arbeidsplaatsen outsourcen. Die staan dus indirect bij ons op de loonlijst. En dat is met betrekking voornamelijk tot het logistieke platform en het onderhoud van de plant. Oké, dat klinkt goed, hè. Maar waarom hebben jullie eigenlijk voor Vlaanderen gekozen? De keuze voor Vlaanderen is voornamelijk gekomen door BP. BP is de producent van een PTA. Dat is 75% van ons product. Dus wij zullen een directe pijplijn hebben tussen BP en JBF. Waarmee we vooral zullen besparen op de transportkosten. Ja, en de ligging, was die verder ook nog belangrijk? Dat is een bijkomend voordeel, een groot bijkomend voordeel zal ik zeggen. We hebben de waterweg aan de achterkant, we hebben Antwerpen vlakbij, we hebben ook de motorweg voor onze deur liggen. Dus zowel voor de import van materialen die we nodig hebben voor de productie van ons eigen product, als wel voor de export van onze producten, is het erg makkelijk om Europa in te gaan. En wij richten ons voornamelijk op een straal van 500 tot 750 kilometer, waarbij we al onze klanten zullen raken. Oké, en was u verrast door deze nominatie? We waren uiteraard verrast. Het is niet iedere dag dat je genomineerd wordt voor zo'n prijs. Ja. En wij zullen zeker ons best doen om hem ook in de wacht te slepen. Ja. Heeft er iemand speciaal u naar voren gedragen eigenlijk? Wij zijn naar voren gedragen door Vlaanders Trade and Invest. We hebben regelmatig contact met deze organisatie. Ja. Eigenlijk al vanaf het begin af aan. En waren inderdaad nogmaals blij verrast te horen dat we genomineerd zijn. En gaat u winnen, denkt u? Het is een behoorlijke investering, dus ik denk dat we een hele goede kans maken. Wel, ik hoop het voor u. Ja, dankjewel. Hartelijk bedankt. Graag gedaan. Naast Stanley Black & Decker en FRX Polymers is met JBF Rack dus ook de derde genomineerde bekend. Volgende week maken we kennis met de vierde en laatste kanshebber. We zien elkaar dan terug. Dag. Welk bedrijf gaat aan de haal met de Foreign Investment Trophy? Deze vraag houdt ons nu al enkele weken bezig. Vandaag mag ik u de vierde en meteen ook laatste genomineerde voorstellen. En dat is de Franse groep Norbert Dentresangle. Philippe Batens zit bij ons in de studio voor tekst en uitleg. Dag meneer Batens. Ja, jullie zijn al een tijdje aan het investeren in Vlaanderen. Hè? Waarom Vlaanderen? Wel, wij zijn hier eigenlijk terechtgekomen als familiale groep gespecialiseerd in logistieke dienstverlening en transport. Door middel van een externe groei, een overname die gerealiseerd is in 2007. Waardoor dat wij een aantal locaties verkregen hebben in België. En welke locaties zijn dat? Wel, het waren de verschillende. Eentje in Veurne, eentje in Baasrode, Zelik. En aansluitend in 2011 nog één in Welkenraad, dicht bij Eupen. En jullie hebben ook recente projecten in Vlaanderen lopen. Welke zijn die dan? Inderdaad, dus op basis van die eerste aanwezigheid, waar we eigenlijk opslag- en behandelingsdiensten verlenen voor de voedingsindustrie, high-tech producten en ook chemische producten, hebben wij eigenlijk op die basis besloten om onze activiteiten verder uit te breiden. En dat heeft geleid tot twee belangrijke investeringsprojecten die eind vorig jaar afgerond werden.
En kan u daar een beetje meer over vertellen, over die projecten? Jazeker. Eén project betreft de verdubbeling van onze activiteiten in Zerik, het diepvriesmagazijn, ja. Waar we eigenlijk alle mogelijke picking en verzend klaarmaken doen van diepvries- en voedingsproducten, die wij dan aansluitend versturen naar de grote Belgische supermarktketens. En dat maakt het eigenlijk de helft van wat u in principe in uw diepvries hebt via onze magazijnen gepasseerd is. Ja. Dus wij hebben beslist dat die activiteit was zeer succesvol, aangezien wij daar een groot aantal diepvriesketens gegroepeerd hebben samen met toeleveranciers, waardoor dat we belangrijke synergieën en besparingseffecten hebben kunnen realiseren. En we hebben beslist om eigenlijk daarop verder te gaan. Dus vandaar een grote investering van ongeveer 22 miljoen euro om eigenlijk die activiteit te verdubbelen tot 32.000 vierkante meter. Okay. Dus dat is het eerste project. En het tweede? En het tweede project is ook recent, ook eind vorig jaar, waar we eigenlijk beslist hebben om een goederenbehandelaar in het Antwerpse havengebied over te nemen. Om eigenlijk onze dienstverlening van lokaal naar internationaal uit te breiden. Ja. En natuurlijk